Zo, we zijn op weg naar Pessen. Het is achtergelaten op de Amnesie in Fles vandaan. We gaan nu 2 uur en 10 minuten ja, rijden. Dus het is wel een eindje, maar goed, het is wel gaaf, want we gaan het wagentje halen van de boer. En bij de boer zullen ze daar vast meer over weten dan ik nu, dus dat is op zich wel interessante informatie. De plannen zijn gewijzigd. Ik ga samen met moeder gaan we naar Pessen toe rijden. Want Dani voelt zich niet helemaal hop en top. Daarom is ze naar huis gegaan voor de zekerheid. En daardoor vervallen mijn lessen voor vanmiddag. Dus de paarden hebben nu denk ik 10 minuutjes in de stapmolen gestaan. Gaan we nu naar Pessen toe. We gaan het wagentje ophalen. En als we dan terugkomen zetten de paarden weer in de stapmolen. En de paarden zijn dan vrij vandaag plotseling. Dat is op zich niet zo heel erg, want ze hebben best wel wat gedaan de afgelopen week. Morgen gaan we denk ik met Blondie en Verona toch even naar het strand. Zodat Blondie de wagen een keertje meegemaakt heeft. Ja. Voordat ze maandag daarmee naar Amsterdam gaat. Dus dat is sowieso lekker. En ja, straks gaan we ze nog even los zetten, in de molen zetten. Dat soort grappen. Maar nu eerst naar Pessen. Ja. We zijn in Pessen. Ik zie een aantal wagentjes staan, dus ik weet niet welke wij mee krijgen. Want er staat er hier, daar één, maar er staat er daar ook nog één. Daar. Het is tegenlicht, ik zie het niet. Ik zie wel een poes lopen. Ah. Dus we gaan even op zoek naar Robert of Arnold en dan horen we vanzelf wat de bedoeling is. Ik niet. Blondie, die gaat iets speciaals doen. Die gaat namelijk voor een reclame, gaat ze, poes, gaat ze model spelen. Dus zijn we nu bij de boer Horstrux, om hier een wagentje op te halen om Blondie zo goed mogelijk te kunnen vervoeren. We moeten helemaal naar Amsterdam toe en dan is het best wel heel erg fijn om zo'n groot wagentje te hebben. Je hoort al iets op de achtergrond brommen. Voor mij staat het nieuwe wagentje. Nou ja, het wagentje dat we voor de aankomende dagen meekrijgen. Die ga ik jullie zo laten zien. We zitten in het wagentje. Ik heb iets heel cools. Nou ja, dit wagentje. Kijk, je kan precies zien wat daar gebeurt. How cool! Dat is cool, hè? Oh, mama reageert niet. Oh ja, het is heel cool, maar ik moet even... Eén, ik heb een automaat en dit is een schakel. En ik heb... Ze was net ook niet aan het schakelen. Ik heb 100 jaar in een schakelauto gereden, hoor. Dus het is verder geen probleem. Maar ik heb ook al jaren nu een automaat. Dus dan merk je toch dat je weer eventjes moet wennen. Buiten dat, als je in een andere auto rijdt, moet je altijd even wennen. En dan is dit niet zomaar een auto. Dit is natuurlijk een wagen. Wagen. Dus dat betekent dat ik even geconcentreerd moet zijn op mijn taak. En mijn taak is heel huids terugkomen in Poeldijk. Ja. En daarna in Maassluis. Zeker. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Ik kreeg hier meteen McDonald's vibes van. Dus ik zei, mama, ik krijg hier McDonald's vibes van. En zei ze, Ja, maar je kan hier niet eens mee door de McDrive, hè? Echt niet? Nee. Dat gaat niet. Hoezo niet? Hoezo dat niet gaat? Omdat die daar te groot voor is. Dus dat betekent eigenlijk al dat je niet naar McDonald's kan. Want alle restaurants zijn natuurlijk gewoon weer dicht. Nou. Zo, we zijn onderweg naar huis. Nee, we gaan eerst. Naar de Arkhof zijn we onderweg. We zijn al een half uur onderweg. Ja, wat langer, want we zijn er over een uur en een kwartier. Oh. Het is 2 uur en een kwartier, dus we zijn al een uur onderweg. Oh. We zitten wel heel ver weg. Oh. Ah. Toch niet zo ver weg. Waarom deed je dat nou? Ik wou zeggen dat de afstand tussen Tessa en mij groter is dan normaal. Ik ben wel blij dat ik in mijn vorige beroep in die Mercedes-busjes gereden heb. Dan anders zou dit denk ik heel indrukwekkend zijn. We hebben hier een mooie zijkant. Gedaan. Dan hebben we hier een mooi raam. Je moet hier een VA drukken of zo. Dingetje. Oh, dat had je al laten zien, toch? Ja. Ja. Dan heb je hier zo'n dingetje, dan kan je zo en dan zie je. Hoi. Heb je hierboven heb je vakjes. Ja, hier ook. Ik weet niet hoe je hier bij je hebt gepakt. Ja, ik kan hier dingen in kwijt. Ik kan hier dingen kwijt. Hier twee dingen in kwijt. Wel lekker
stoelen. Ja, ze zijn wel recht, maar... Ik heb een hele fijne stoel erin. Ja. Dan hebben we hier... zon, waar het door geplant wordt. Ja. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja, zeker. Inmiddels zijn we in Poldijk. Het is 19:45 en het is inmiddels donker. Dus ik kan buiten niet zo makkelijk meer filmen. Tess gaat even de hapjes doen. We gaan afsluiten hier. Maar we moeten natuurlijk een supplementje hebben van Ecostaal. En Lisa Schlummer. Morgen gaan we denk ik even met dit wagentje naar het strand. Kunnen de paardjes wennen. En ik ga Tess even helpen, want het is al laat. En het is best een hele trip naar Pessen. Dus we zijn best een beetje moe. Dus ik ga haar even helpen. En dan morgen... Oh, of iemand anders. Morgen weer een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en we rijden weg. Wij zijn onderweg naar stal, want wij gaan vandaag naar het strand toe samen met de paarden en het wagentje. Om Blondie alvast te laten wennen aan het wagentje, dat we morgen daar geen problemen mee hebben. Want dat zou natuurlijk niet handig zijn en dan zijn we helemaal gestrest en dat is niet handig. Dus vandaar, ik hoop dat die mail opzij gaat. Braco! Dus wij gaan naar beneden toe, dan gaan we spullen pakken en naar het strand. En dan ga ik jullie ook laten zien via dat schermpje, dat jullie kunnen zien hoe de paarden staan. Want daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ik weet wel dat Verona heel erg hangt op een kant. Dus we go to see, maar eerst naar de beneden. Ja, het regent natuurlijk, want wij gaan naar het strand. Maar als Tess straks helemaal zeiknat is, kan ze hier in het wagentje zich weer omkleden. Zo, er was een lijntje hier. We snapten niet waar die voor is, maar als je een pony wil laden en die vindt het spannend, kun je natuurlijk eerst het lijntje doen, dan kunnen ze er niet echt meer uit. En dan kun je daarna op je gemak de klep dicht doen. Daar is over nagedacht. De klep is wel zwaar. Oké. Klep dicht. Andere kant. Zo, Tess is er inmiddels uit. Staat Blondie goed vast? Ja. Aan twee van die dingen? Ja. Dan mogen de deurtjes dicht. Doei schatje. Doei schatje. Zo, paarden zitten erin. Hallo paarden. Ik zie Blondie niet meer. Blondie? Ah, oh, daar is ze. Blondie denkt, ik heb mooi mijn eigen zak. Dat is een stuk beter met Verona. Nou, alle spullen zitten erin. Zo. Tadaa. Dus, ik moet nog een springdekje hebben. Dat is het enige. Dus die gaan we nog pakken en dan gaan we naar het slot. We zijn aan het rijden. En de reden waarom ik zo blij ben, is omdat ik Verona en Blondie in de gaten kan houden. Ik voel Verona en Blondie. Ik heb echt heel erg het gevoel dat de wagen heel erg naar jouw kant toe Ja, dat gevoel heb ik ook. Maar ja, Verona is natuurlijk ook een stuk zwaarder dan Blondie is. Dus ik heb ook het gevoel dat we best wel niet eerlijk beladen zijn nu dat we nu zo hangen. Ja, ik laat het zien. Sorry paarden. Het ging nog goed. Ze leven nog. Kijk maar. Zo. Daarop kan je ze zien. Nou, jullie kunnen dat niet. Maar... Oh, hij wordt rechter. Voel je dat? Alsof hij een soort compenseert of zo. Oh ja. Oh, Verona gaat tegen de kant aan. Ja, dat doet Verona altijd. Ik ga 10 minuten ervan genieten dat ik de hele tijd naar de paarden kan kijken. Nou, Blondie wordt binnen opgezadeld. Dat is wel heel erg fijn. Verona staat nu buiten. Ik heb alleen even niks waar ik hem aan vast kan maken. Dus dat ga ik de volgende keer even aan Arnold vragen. Aan de trekhaak. Maar ik hoop dat die deur dan niet dicht gaat. Dus dat is een dingetje. Wat moeders nu het allerfijnste vindt, is dat ze binnen kan zitten. En dan heeft Tess een krukje. Dus ik heb moeders op het krukje. En dan gewoon mijn schoentjes wisselen. Daar. Oh, waar zijn mijn schoenen? Oh, hier. Dan kan ik mijn schoentjes wisselen. Ik zou er bijna nog zo'n TikTok van maken. Dat je zo'n schoen gooit, weet je wel. Oké, ik ga even wisselen. Tess wilde de pony binnen opzadelen. Maar dan moet ze natuurlijk wel met pony en al. Moet ze de wagen ook weer afsluiten. En dat is toch minder makkelijk. Ah, Blondie die werkt gelukkig mee, dus dat is fijn. Ze heeft inmiddels de Superman cape om, ook wel jas genoemd. En met die jas kan ze dan helemaal droog blijven op haar paard, hoopt ze. Dat hoop ik ook, is van Montar. Dus dat is heel fijn. Uiteraard moet eerst de workout op de Apple Watch aangezet worden. En dan gaat ze opstijgen.
op haar plassierzadel. Met haar Bucas dekje. En moederhoofdstal. En ziet ze er inderdaad uit als supervrouw. Ja, Tess die wordt niet nat, jongens. We hebben de video, ik heb de video van Sarissa gekeken over influencers, hoe hun dag eruit ziet. Check, tante is inderdaad net een soort superwoman. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Er zijn daar allemaal hele kleine vogeltjes. En nu vragen we ons af wat voor vogeltjes dat zijn. We lopen in de zee. Met paarden. Jawel. Zelfs corona. Gewoon naar de zee. Het wordt echt fantastisch. Nog even en dan moet je alles waarvan je dacht dat een paard het leuk zou vinden. Vooral buiten. Zo, we hebben net even kibbeling gehaald. En nu gaan we terug naar de wagen. En met de in de wagen kunnen we even ons kibbeling opeten als de paardjes erin staan. Ja, de paarden lopen een stuk sneller, want als die zegt, nou, dan loop ik wel terug met de kibbeling. Zeg, nou, doe ik maar in een tassie. Des te eerder zijn we bij de kibbeling. Of bij de wagen, om de kibbeling. Lekker. Daar is de wagen. We gaan lekker de paardjes inladen en dan gaan we eventjes lekker een kibbelingetje eten. Dat is dan toch wel weer fijn. Tess heeft er zin in. Ja, inmiddels zit de broek onder. Pony eet gras. Tess eet de kibbeling. Ik ook. En vrouw eet Hoi. Ja. Zo, de meisjes staan weer. Ik hoef nu iets meer moeite. Maar op zich ging het wel aardig. Een paar minuutjes extra geeft niet. Natuurlijk even wennen. Het is een andere manier van laden dan de trailer. En Blondie moet natuurlijk inparkeren. Ja, nu is natuurlijk het ding dicht gedaan. Maar nu moet ik een soort inparkeren. En dat vindt ze toch wel een beetje gek. Voor Verona is dat makkelijker, want die staat natuurlijk achter. Maar goed, ze staan erin. Dan kunnen wij weer naar huis. Zo, en toen zaten onze avontuur al weer erop met dit wagentje. Ik ben super blij dat we dit hebben mogen lenen. We hebben er echt heel veel plezier van gehad. De paarden hebben er plezier van gehad. We hebben er echt iets aan gehad ook. De War Horse Trucks, heel erg bedankt dat jullie deze aan ons hebben uitgeleend. Het is vandaag woensdag. Een hele gekke dag om mij ineens in beeld zo te krijgen. Maar het probleem is namelijk Daan. En ik ga jullie Daan laten zien op de telefoon. Daar is ze. Hoi. Ik moet jou uit de glimming. Zo glimmen tenminste niet zo. Vertel. Nou, ik ben positief getest op corona. En dat betekent? Dat ik in zelfisolatie zit in mijn huis de aankomende 10 dagen. En dat betekent dat wij het zonder Daan moeten doen. Maar dat is nog de helft maar van het probleem. Maar ik ook zonder jullie. Dat ook nog, maar dat is de helft van het probleem. Want de andere helft van het probleem is namelijk Steef. Ja, precies. Ik heb zondag de hele dag met Steef in de auto gezeten. Dus Steef moet ook in quarantaine thuis. Dat betekent dus dat we 10 dagen zonder Steef en Daan moeten doen. Exact. En dat is niet zo heel erg leuk. Sterker nog, dat is eigenlijk niet te doen. Gewoon heel erg shit. Ja, nou, dat is shit omdat we elkaar natuurlijk graag zien. Dat is één. Maar ja. Twee, er zijn natuurlijk ook heel veel paarden hier op stal. Die allemaal verzorging nodig hebben. En ja, dat wordt best lastig. Nou, zeker weten. Dus nu het hebben we... zijn er ook niet zomaar 2 of 3. De echte. Dus nu hebben we een uitdaging. En de uitdaging is nu dat ik samen met Tessa en Elisa in ieder geval een deel van jullie paarden ga doen. Ja. En dan gaat Robin gaat de hengst doen. Ja. En dan gaat Shirley Just doen. Sammy gaat Just doen. Oh, Sammy. Die heb ik net gebeld. Die gaat hem ook aan de bijzet logeren. Dus die
doet dan haar zeg maar aan het werk zetten. Ja, precies. En ik ben er dan zeg maar voor de beweging. Of in ieder geval om de hokken uit te komen. Want ik ben niet zo geschoold. Dus op die manier gaan we dat aanpakken. Want als ik nu ziek word, dan hebben we een uitdaging erbij. Dus de komende 9 dagen nu nog moet ik beter blijven. Dan zijn jullie hopelijk weer beter. Dus dan zou het ietsje minder erg zijn als ik ziek word. Want dan kunnen jullie mijn paarden weer doen. Maar we hopen dat jij ook niet ziek wordt. Nee, de bedoeling is natuurlijk dat er niemand ziek wordt. Maar goed, dit is een hele uitzonderlijke situatie. Dat betekent ook dat het iets anders gaat met de paarden dan dat we wenselijk zouden vinden, denk ik. Ja, zeker weten. Want dat betekent dat ze er 1-2 keer uitkomen, maar dat er niet gereden wordt en weinig gelongeerd en zo. Dus dat geldt voor mijn eigen paard natuurlijk ook. Wat we nu wel gaan proberen is om testerles via internet te gaan doen. Ja, heel benieuwd. Ik ook, dus dat is een beetje spannend. Aan de andere kant heb je natuurlijk al vanuit de kantine les gegeven over de telefoon. Ja. Dus we hopen dat het meevalt. Zo heb jij in ieder geval nog iets te doen en blijven testerponies aan het werk. Wel ik iets te doen. Dus bezigheidstherapie voor Daan. Oh, echt heel erg. We hebben ook met Daan afgesproken dat ze heel veel reels en TikToks gaat maken. Ja, ik ben ook alleen maar op TikTok nu bezig om ideeën te verzinnen. En ik heb al mensen gezien dat je zo'n streepje hebt en dat ze dan een vinger zo de ogen in en dan aan de andere kant uit de neus. Dus ik heb genoeg ideeën. Ik heb sterker nog, ik heb een challenge bij Daan er aangehangen. Want ze moet nu dan 10 dagen in quarantaine. Daar zijn er nu nog 9 van over, toch? Ja. Zoiets tenminste. Ja. Je moet eerst nog kort vrij, maar in ieder geval 10 dagen. Dus de challenge is dan dat Daan op TikTok 110.000 volgers moet hebben. En dan op Instagram moet ze 10.000 volgers hebben. Ja. Dus Daan? Oh, wat nou was je... Ja, en wat nou als je verliest? Dan blijf ik nog 10 dagen in quarantaine. Nee, doe dat maar niet. Oh nee, ik denk niet dat ik dat aan kan hoor. Wij ook niet, doe dat maar niet. Laten we maar afspreken dat als je het wel haalt, dan krijg jij een chocoladereep. En als je het niet haalt, dan krijg ik er een. Of in ieder geval Tessa. Ja. Want die is natuurlijk hier straks hard paarden aan het poetsen, weet ik het allemaal. En ik ben natuurlijk ook wel bezig. Ja. Maar die kinderen worden nu... Nu komt de kinderarbeid ook nog om de hoek kijken. Ja, nou ik ben wel gelukkig aan de andere kant dat de meiden vakantie hebben. Dat zeker. Die, daar natuurlijk tijd en willen en... voor ons in de pres willen springen. Zeker, zeker. Want Tess zei, hoe moet dat maandag? Ik zeg, nou, ik ga me daar maandag zorgen over maken op dit moment. Nog maar even niet, want ik heb ook even geen flauw idee hoe dat eruit moet gaan zien. Maar goed, de meiden zijn deze week in ieder geval vrij. Dus dan heb je wel een goede week uitgekozen om in quarantaine te moeten. Want in principe zou jij dan tot maandag moeten, toch? Als ik zondag 24 uur koorts vrij ben, dan zou ik maandag zeg maar weer naar buiten mogen. Oké. Dus dan zou de quarantaine... En heb je nu koorts? Nou, ik moet... mama die gaat nog vanmiddag een survival pakket brengen. Dus daar moet ook even een thermometer in. De thermometer zegt dat ik 34,7 heb. Dan heb je geen koorts. Dus ik weet niet precies hoe geldig dat is. Maar ik denk niet dat... Dus het klinkt niet helemaal goed. Nee, oké. Okay. En goed. Ik heb er ook een van de paarden liggen, maar om die nou in mijn mond te stoppen, ging ik ook weer zo wat. Nou ja, op zich dat. Die zou natuurlijk wel ergens anders in kunnen stoppen. Zelfs als bij de paarden, zeg maar. Ja, we moeten wel nog even een ontsmettingsbakkie overheen, denk ik. Nou, ik heb wel een heel stuk zitten lezen in een boek over bacteriën in de darmen. Volgens mij hebben paarden meestal wel goede bacteriën in hun darmen. Dus wat dat betreft... Denk ik dat je er niet eens heel veel kwaad mee kan. Maar goed. Ik denk dat die schoon naar binnen zijn als wij. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik echt. Dat oprecht denk ik dat. Ja, dus nou ja, goed. Dat zou nog optie zijn. Ik ga kijken hoe ver de meiden zijn. Jij gaat je AirPods even opladen. We hebben inmiddels gemerkt dat als je via FaceTime of WhatsApp belt, dat je dus niet het scherm op kan nemen. Nee. Dus dat is wel heel vervelend. Maar ik ga een poging wagen om in ieder geval met de camera gewoon een stukje te filmen. Alleen kunnen ze jou dan niet horen, maar dat is dan jammer. Maar dan kunnen jullie wel zien dat Daan in ieder geval hoe ze dat doet en of dat dan ook lukt. Want dat is natuurlijk nog maar even de vraag. Nou, het
het is een hele uitdaging, maar het zou wel leuk zijn als het werkt, zeg maar. Ja, want dan zou je nog andere kinderen en volwassenen ook les kunnen geven. Dan heb je in ieder geval wat te doen. Ja, ja, precies. Dan kan je buiten je challenge ook nog gewoon je werk doen. Een stukje. Ja, maar je ziet ook, ik ben echt heel moe, hè. Ook gewoon, ik ben hartstikke moe. Oké, nou. Dus jullie gaan zo zien dat Daan digitaal les gaat geven. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Oké, kijk jongens. Daan gaat Tess les geven, alleen wij horen natuurlijk niks. Want Tess die heeft oortjes in. Ja, goed. En ik niet. Ze hebben nu een heel gesprek. Ik heb geen idee waar het over gaat. Nou, voor Steve en Daan hebben wij een deel van de paarden. Ander deel doen de anderen. Buiten zitten, de molen, dat soort kratten. En er wordt natuurlijk ook eventjes een beentje schoonmaken, piskapje schoonmaken bij. Dat is zonder Steve en Daan is alles anders natuurlijk, hè. Nou, gekke tijden. Daan geeft online dan les. We hebben het via YouTube uiteindelijk gedaan, dat ging het beste. We hebben alle paardjes hier naar buiten gelaten. En hoefjes verzorgd en zo. De meiden gaan nu nog poetsen. En ik ga even aan het werk in de auto. En dan komt alles wel weer rond, hoop ik. Het is toch wat. Maar goed, het hoort er allemaal bij. Lisa en Elisa zijn nog even supplementen aan te geven. En die helpen Daan en Steve nu met de paarden buiten zetten. Uiteraard allemaal met mondkapjes om. We hebben inmiddels aardjes in de molen. De vriezen, Henk. En hoewel het regent, toch even buiten. We hebben hier Azo, Kier en de achterhoofd Mandone. Die mogen allemaal zo weer naar binnen. Kas nog. Kasmuur. Ja, hallo Connie. En die mag straks met de dames in de molen. En met Steve en Daan nog meer paarden, maar er zijn gelukkig nog andere mensen die ook helpen. Dus die doen de overige paardjes hun dagelijkse beweging en TLC geven. Zo, alles staat hier weer op stal. Is er allemaal uit geweest. In de paddock, in de molen. Hapjes gehad. Die worden in mannen verzorgd. Dus, oh, Daisy. Ja, dus, nou. Tess gaat zo Boris nog rijden. Nou, de meiden staan inmiddels ook weer in een box. En Tess gaat nu Boris rijden. Morgen ga je springen met Blondie bij Bianca. Dus nou, succes met zadelen. Dan kom ik zo wel even filmen als je aan het rijden bent. Het is vandaag, ik weet niet of we dat al hadden gezegd. Nee. Maar het is vandaag donderdag. Ik zit op Boris. En ik ben bezig met rijden. Hij doet het super goed. Vandaag heb ik weer de paardjes van Daan gedaan. Dat heb ik wel al verteld. Dat is al blijkbaar verteld. Ik heb allemaal fruit dat wij thuis niet meer aten, heb ik in een hele grote bak gedaan. Dat heb ik allemaal aan de paardjes gegeven. Dat vonden ze echt heel erg lekker. Sommigen moesten ook flamen van de kiwi. Ik had nog opgezocht, maar paarden mogen kiwi. En ja, een stukje van hoe ik rij samen met Boris. Ik ben klaar met het normaal rijden en toen dacht ik, nou weet je, ik ga zonder zadel. Dus het zadel is footsie, dus in één keer poef. Dus hobbelen. Let's go to ride.
er ook helemaal leuk. En nu gaat Karsje terugbrengen. Die is lekker in de molen geweest. En inmiddels heeft ze alle andere paarden ook al gedaan. Nog even en dan heeft ze mij helemaal niet meer nodig. Dan kom ik hier voor Jan Joker. Alle paarden zijn uit de molen. En nou, ze zijn in de molen geweest, in het saddle en er weer uit gegaan. Nu... Alle peeskappen zijn af. Ja, alle peesjes zijn af. Nu gaan we naar Blondie toe. Want we gaan samen met Blondie naar Oud Gastel toe. Maar ze moeten natuurlijk wel een beetje uitzien. Ik heb haar staart al gedaan en er wel een borst overheen gehaald. Maar het kan nog wel beter. Niet aan je mondkapje. Sorry. Ze heeft het echt in een voorpluk. Gewoon omdat het zonder kan. Nou ja, omdat hij rechtop geknipt is. Voor een reclamecampagne. Yes. Maar daar... later is er meer tijd. Precies, mee. Daar krijg je nog een hele video over, maar voorlopig nog even niet. Oké. Okay. Jij gaat er poetsen? Ja. Oké. We zijn uit Gastel. We zijn hier samen met Blondie. Ik ben hier al een keer eerder geweest samen met Bella. Dat kan ik me nog herinneren. En dat is een hele grote binnenbak waar je dan kan springen. Samen met mijn vriendin Funky. En Funky is heel erg zielig. Ja, ik ben heel erg zielig, hè? Ja. Want ze kan er niet bij. Nee, ze mag niet in de bak. Ik ook niet. Dus zijn we samen, ja. Kijk, Tess is aan het losstappen. Die heeft zo meteen een uur les. Dus die wordt losgereden met Bianca. En Funky en ik zitten hier gewoon... kijk. Funk en ik zijn nu besties. Tess wil ook even aaien. Blondie gaat er ook even. Blondie met Blondie.